Even serieus. Goedendag mensen, welkom bij een nieuwe kaarttruc. Vandaag ga ik jullie een kaarttruc laten zien. Hij heet namelijk de tijdmachine. En het is een hele vette truc die eigenlijk heel simpelweg met de schoppenaas gebeurt. Ik heb hier de schoppenaas en het is niet zomaar een schoppenaas. Dit is namelijk vandaag mijn tijdmachine. En ik leg die eventjes hier neer. Wat we dan gaan doen is, ik zeg stop. En pakken we dus deze kaart. In dit geval is de kaart dus een momentje. Gaan we checken. De klaver 5. Heel simpelweg, de klaver 5 is dus de kaart. Wat we dus doen, ik leg de schoppenaas eventjes boven de klaver 5. Ik pak de klaver 5, die leg ik hier. En dan doe ik dus in het midden. Die zie je dus hier uitsteken. Wat ik dan doe is, ik pak de schoppenaas. En ja, de schoppenaas is dus de tijdmachine. En let op, ik doe de klaver 5 in het midden. De schoppenaas draai ik om, doe ik hier in het midden. En let op, als ik hem één keer draai, dan komt de klaver 5 weer terug. En dan ligt de schoppenaas weer bovenop. En dat is heel simpelweg de truc. En dan gaan we nu over naar de uitleg. Nou, deze truc is eigenlijk heel simpel. Het enige wat je nodig hebt is dus de schoppenaas. En je moet een aantal dingetjes weten. Het eerste wat je moet weten is namelijk de dubbel lift. Weet je nou niet wat de dubbel lift is? Check dan even op YouTube wat het inhoudt en wat het precies is. Het is namelijk simpelweg dat je, twee kaarten omdraait en je laat hem als één zien. Ik heb het al eerder een keer uitgelegd. Dus als je dat wilt weten, zoek het dan even op YouTube. Wat je dus doet, is je legt de schoppenaas bovenop en je vertelt dat dit de tijdmachine is. En je legt hem dus eigenlijk als het ware hier. Nou, ik leg hem dus daar neer. En wat je dan laat doen, je zegt tegen iemand, zeg maar stop. Als die persoon stop zegt, dan, ja, dan stop je. Heel simpel weer. Nee, wat je dan doet vervolgens is je draait de kaart om. Je doet de dubbel lift. Je laat twee kaarten zien als één. En je zegt van nee, dit is de schoppen 10. Wat ik dan doe is ik zeg van nou, weet je wat? Ik stop de schoppen aan, stop ik boven de schoppen 10. En dan draai ik de schoppen 10 dus eigenlijk, dus alle tweede kaarten draai ik dus om. En zeg van nou, de schoppen 10 gaat dus bovenop. Wat ik dan doe is ik zeg van nou, dit is de schoppen 10 en die gaat in het midden. Maar eigenlijk is het een andere kaart. En dit is dus een of andere random kaart. Schoppen 10 ligt dus eigenlijk bovenop en daaronder ligt de schoppen aas. Maar wat je dan doet is de dubbel lift en je zegt van nou, ik heb hier de schoppen aas. En hun denken dat de schoppen 10 hier in het midden zit. Dan zeg ik van nou, oké, let op. De schoppen 10 gaat naar binnen, je draait de schoppen aas om, je doet weer de dubbel lift, je draait ze alle twee om. En je zegt van nou, de schoppen 10 of de schoppen aas gaat in het midden en dit is de tijdmachine. En hoe draai je dat? Heel simpelweg, je stopt de kaart in het midden van het pakketje. Dan stop je je wijsvinger onder de schoppen 10. Dus je drukt eigenlijk als het ware je vinger erin. En dan draai je hem gewoon. Dat is eigenlijk het enige. Dus je drukt je vinger tussen de stapeltjes en je draait hem gewoon. Mocht dat nou niet lukken, doe dan gewoon eventjes iets stoers. Doe dan bijvoorbeeld zeggen van nou, weet je wat, ik doe één keer zo. En dan komt hij weer terug en dan is het geswitcht. Dus nog even één keer gauw. Je legt de schoppen aan, leg je dus hier. Je laat iemand de kaart kiezen. En in dit geval dubbel lift. Je zegt van, dus de ruiter 5. De ruiter 5 leg je dus hier. De schoppen aas gaat er bovenop, je pakt de ruiter 5, alle tweede kaarten. Die legt hem hier. Hun denken dat de ruiter 5 dan in het midden ligt. Je doet weer de dubbel lift, je zegt van dit is de schoppen aas. De ruiter 5 duwen erin, je pakt de schoppen aas. Je draait je om. Je doet hem hier in het midden, wijsvinger eronder. Je draait een keer en je zegt van hij is weer terug. En zo werkt eigenlijk heel simpelweg deze truc. Ik zou zeggen, bekijk even deze video een paar keer overnieuw als je het mocht je het niet weten. En wil je nou dat ik meer kaarttruc video's ga maken, dat ik meer dingen uitleg? Geef dan een like op deze video en dan zie ik jullie gauw weer terug met een nieuwe dagelijkse video. Mijn naam is Joel en ik zeg ciao. Even serieus.